Surinamers hebben toch heel veel met familiebanden. De familiebanden zijn altijd heel sterk. En heel veel Surinamers hebben ook nog familie wonen in het land en hebben of zijn er geboren. Dus die band blijft altijd heel erg sterk. Ze blijven altijd zeggen, het is mijn land. Al doen ze niks voor Suriname, al gaan ze niet meer naartoe, maar ze blijven zeggen, het is mijn land. Dus het blijft altijd diep geworteld. Elke dag als ik thuis kom, nu in Nederland, en mevrouw vraagt hoe ze gaan, en ik zeg, ik ga vandaag lachen, dan zegt ze, je hebt de Surinamer ontmoet. Dan zeg ik, ja, maar alleen met Surinamers kun je prettig lachen. Goedenavond, dames en heren, vanuit het WMDC Pieter de Hoogweg Rotterdam. In 1667 werd Suriname een kolonie van Nederland. En een kleine 300 jaar later, 25 november 1975, was daar de onafhankelijkheid. Er was muziek, er waren hapjes en er werd gediscussieerd met Surinaamse gasten. Met name over hoe het land ervoor staat na 35 jaar onafhankelijkheid. En wat er in die 35 jaar is veranderd. Mensen zijn bewuster geworden. Ik denk dat het een beginpunt is, misschien na de 35 jaar, dat het nu pas een beginpunt is om toch richting ontwikkeling te gaan, doordat mensen nu wel bewuster zijn geworden. Je ziet ook met de verkiezing, heel veel mensen die gaan nu bewuster naar een stembus. Ze willen gewoon bewuster kiezen voor wie ze willen. Toch is iedereen het erover eens dat het niet goed gaat met Suriname. Volgens Hans Prade komt dat door gebrek aan daadkracht. Het punt is nou dat wij een politiek waterhoofd hebben. We hebben geen goede politieke infrastructuur. En de overheid, ja, die is improductief. Gebrek aan kennis is er eigenlijk niet. Er is wel zo dat hier wat intellectuelen uit Suriname zijn gegaan. Maar de kennis is niet gebonden aan een plaats. Dus ook al is een Surinamer in Timbuktu, hij kan zich nog dienstbaar maken aan Suriname. Dat is niet het punt. We moeten meer boze Surinamers krijgen die dan daadkrachtig zijn. En de zaken gaan aanpakken die aangepakt moeten worden. De uitzending werd afgesloten met een bijzonder lied, waarbij veel Surinamers een traantje wegpinken. Mijn moeder vertelde me nog een verhaal dat in de tijd dat Suriname onafhankelijk werd, heel veel Surinamers dus naar Nederland vertrokken. En dat liedje toen elke dag bijna op de radio aangevraagd werd, omdat ja, ze moesten bijna van iedereen afscheid nemen, al die mensen die toen in de tijd naar Nederland kwamen. Dus ik dacht, dat is wel een nummer die in het kader van vandaag wel goede betekenis heeft. Oh.